Eén ding is helder. Hoe krachtig marktwerking in de financiële sector ook is, transparantie is vaak ver te zoeken. En die komt niet vanzelf. Dat hebben we op een hele brute manier geleerd de afgelopen maanden. De kredietcrisis die de wereldeconomie nu in zijn greep heeft, is in essentie een transparantiecrisis.